Herfstblad. Het bejaardenhuis is prachtig gelegen in de bossen nabij het Gelderse Doorwerth. Om het huis heen zijn voor de nodige lichaamsbeweging wandelpaden aangelegd. Nadat we witte boterhammen met zweterige kaas hebben genuttigd, verdwijnt oma naar de wc. Zal ik iets op het hoofd doen? Vraagt ze voor we weggaan. Ik zeg dat het vrij zacht is buiten. Maar toch wel een sjaal, hè? Ja, wel een sjaal, antwoord ik. Gewapend met een rol pepermunt staan we eindelijk in de lift, op weg naar het bos. Welke route we nemen staat al vast. Eerst langs de zijkant van het huis, waar je langs de ramen moet van de andere bewoners. Ik kom die mensen wel eens tegen, vertelt oma. Dan zeggen ze, we zien u altijd lopen. Ik zie u anders nooit, zeg ik dan. Bent u niet bang dat u valt, vragen ze. Dan zeg ik, nee, en als ik val, dan sta ik weer op. Maar als u nu eens iets breekt, mevrouw Modderman, hebt u daar wel eens aan gedacht? Ja, heb ik toen gezegd, dat heb ik. Dan sta ik niet meer op en misschien ga ik wel dood. Dat gaat u ook, terzijder tijd. De mensen houden meer van winkelen of uit rijden met de kinderen, vervolgt mijn oma. Dan zitten ze uren in een muffe auto. Maar het liefst blijven ze thuis met hun kruiswoordraadsel of een borduurwerkje. Als natuur hebben ze genoeg aan een bosje freesia's en de kanariepiet. Ik snap dat niet. We lopen over afgevallen bladeren. Hier en daar groeien paddenstoelen en de grond is overdekt met dennenappels. Als ze denkt dat ik niet kijk, bukt ze zich, pakt een blad en stopt het snel in haar jaszak. Dan ziet ze me en voelt zich betrapt. Het had zulke mooie kleuren, verklaart ze zich. Ik kon het gewoon niet laten liggen. Terug in het huis drinken we thee. Blij er een gelegenheid voor te hebben, serveert mijn oma kers en bonbons. Snoepen doe je niet alleen. Ze vertelt over vroeger, over de HBS en nog eerder. Over klompen met stro als het koud was en schoenen met een nummer. Door de kale bomen heen zien we de veel te grote schemerlampen uit de tegenovergelegen kamers. De schemer kleurt de paden grijs, als op een slechte foto. De lucht is zo ontstellend blauw dat het lijkt of hij is uitgeknipt. Er is niemand buiten, behalve een verpleegkundige die komt aangereden op de fiets vanuit een ander dorp, knisperend over het grindpad. Haar witte werkkleding steekt in een fluorescerend lila onder haar winterjas vandaan. Zo zitten we beiden wat te staren, moe van de dag en van elkaar. Als ik opsta en mijn jas aandoe, zegt oma. Wacht even, voordat we gaan wandelen, ga ik nog even naar het toilet.